Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag een update over de baan. Ik heb de helix die hier achter, daar zo bij het raam stond, opgebroken. Een stuk daarvan zit hier nog aan de zijkant om de bocht te maken. En het idee is om de baan nu, de klim eigenlijk om de oude baan heen te leggen. En ook meteen op de goede hoogte. En vanaf hiervoor naar achteren toe te gaan werken. Daar weer de kering te doen. Dat dat de trein weer terug kan lopen. En weer terug naar beneden. Zodat ik wat kleinere... de bovenkant wordt wat kleiner. En ik hoop dus ook af te zijn van alle moeilijke overgangen. Waar dingen met bleven ontsporen. En ik krijg een heleboel ruimte ervoor terug. De helix was een heel leuk project, maar vanwege de grote boogstraal die ik gebruikt heb, was het ook een heel moeilijk project. Het nam veel ruimte in beslag en het was uiteindelijk best onhandig. Ook de baandelen die niet goed op elkaar aansloten was een probleem, dus ik heb ook alle tussenstukken eruit gehaald. De baandelen staan hier nog achter me en daar ga ik kijken wat ik er nog van af kan halen. Wat nog los wil komen. Maar vooralsnog ben ik nog bezig met het bekleden met restjes of grotere stukken kurk en het leggen van rails. En hierbovenop wordt de volgende uitdaging. Dit was het voor vandaag. En bedankt voor het kijken. Ik hoop binnenkort wat te laten zien over als je je baan afbreekt. Is het nog mogelijk je rails eraf te krijgen. En er is een nieuwe locomotief in de collectie. Maar ik moet eerst iets hebben om hem op te laten rijden. Want dit heeft niet zoveel zin om hier iets op te proberen te zetten. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot snel.